Erik Bottiging, jij wordt uiteindelijk de matchwinner tegen dit Valencia met een rake kopbal. Ja, en het leek of die Spanjaarden het niet door hadden, want je mocht een paar keer daarvoor ook al koppen. Hè? Ja, ik heb een paar keer de kans gehad. En gelukkig heb ik in de laatste minuut gescoord. Ja, een paar minuten daarvoor had je ook een wereldkans. En toen verbeet je jezelf, hè? Want die bal had er misschien in gemoeten. Ook een corner die je toen vrij kon koppen. Ja, zeker. Het was een hele grote kans. Maar gelukkig heb ik gesteld met een goal. Ja, en er was ook nog een doelpunt afgekeurd. Was dat in jouw ogen terecht, omdat de scheidsrechter vond dat je de keeper hinderde? Ja, het is wel een moeilijke situatie. Weet je. Ja, ik ging naar de bal, maar heb ik de keeper een beetje geraakt. Dus ja, de scheids soms geeft, soms niet. Ja, kan het een belangrijk wapen dit jaar gaan worden? Corners en doelpunten van eventueel Erik Bottiging. Want je was er vandaag dus een paar keer goed bij. Je scoort uiteindelijk ook de winnende. En in de laatste jaren zagen we juist dat Feyenoord heel weinig scoorde uit hoekschoppen. Ja, ik hoop het dan wel. Als ik ook met goals, met koppen, kan ook de ploeg helpen. Ja, dat wil ik heel graag doen, zeker. Wat vond je verder van de wedstrijd? De eerste helft denk ik dat jullie goed doorkwamen. Een prachtig doelpunt van Jurgensen, waardoor jullie met 1-0 gaan rusten. De tweede helft wordt het wel wat moeilijk. Hè? Zij brengen ook veel nieuwe spelers en toen kwamen ze er een paar keer doorheen. En uiteindelijk scoren ze dan ook uit een vrije trap de 1-1. Ja, je hebt gelijk. Ik denk dat wij hebben het zelf heel goed gedaan. De tweede helft ook, maar ze waren met fit spelers en wij niet. Maar ja, ik denk dat wij hebben goed gedaan en wij gaan met een goed gevoel naar de wedstrijd tegen PSV. Ja, zijn jullie klaar in de, denk je al, voor PSV? PSV maakt ook indruk, winnen met hoge cijfers van Portugese clubs in de voorbereiding. Nou, jullie hebben ook alles gewonnen. Kan een mooi duel worden. Ja, zeker. Ja, ze zijn de kampioen van Nederland. Ze hebben echt een goede ploeg. Ik denk dat het een hele goede wedstrijd kan worden. En de basis lijkt een beetje te staan. Nou, vorig jaar stond je met Van Beek, die is geblesseerd. Nu sta je centraal achterin met Terrence Congolo, die vorig jaar veel linksback staat. Hoe gaat die samenwerking tot nu toe in die voorbereiding? Ja, gaat goed. Gaat goed. Als ik met Sven of Terrence of Van der Heijden speel, is ook goed. Wij kennen elkaar en wij hebben al vertrouwen in elkaar. Dus ik denk, het maakt niet uit met wie ik speel. Ik wil graag spelen. En denk, ik kom het goed. Vorig jaar was je nieuw, kwamen er veel meer nieuwe spelers. Nu is er slechts één echte nieuweling met Jurgensen. Merk je dat jullie echt al veel verder zijn dan vorig jaar? Toen het een beetje, nou, rommelig wil ik niet zeggen, maar toen kwamen veel nieuwe spelers, moesten worden ingepast. En nu lijkt alles al heel vroeg uit te staan, hè, qua team. Ja, zeker. Ik denk dat het is een voordeel dat wij hebben een selectie die bijna intact is gebleven. En ja, dus wij kennen elkaar en we hebben vertrouwen in elkaar al en dat is een voordeel. En daarom staan we al beter dan vorig jaar. Voorbereiding zit er nu op. Kan je niet wachten tot de wedstrijden waar het echt om gaat, PSV en Groningen? Ja, zeker, zeker. Daarom ben je voetballer. We willen voor de 3 punten gaan, niet alleen vriendschappelijke wedstrijd spelen. En ik kan niet wachten. We hebben alle vertrouwen in.